Leendert Weiland, op 68-jarige leeftijd, heeft in 2023 een opmerkelijke verschijning gemaakt in het TV-programma BNB Vol Liefde. Het datingavontuur, waarbij hij zeven dames ontmoette om liefde te vinden, zorgde voor veel bekendheid. Terugkijkend op het tumult rond het liefdesprogramma, geeft Leendert aan dat het nu wat rustiger wordt, wat hij wel prettig vindt. Hij is uitgegroeid tot een lokale attractie in La Roche-en-Ardenne, waar zijn BNB gevestigd is, en heeft veel boekingen ontvangen, wat leidde tot een nieuwe vorm van gezelligheid. De ervaring in het programma was nieuw voor Leendert en het terugzien van zichzelf op televisie was even wennen. Hij erkent dat de montage bepaalde aspecten benadrukte, maar hij is tevreden met hoe het verhaal is verteld. Leendert werd aanvankelijk neergezet als alleenerd in de Ardennen, maar eindigde als de Casanova van de Lage Landen. Hoewel hij sommige zaken anders had gewild, complimenteert hij de makers voor hun werk. Buiten het zicht van de camera's ontstonden er leuke ontmoetingen, maar Leendert is nog steeds vrijgezel. Hij heeft de zoektocht naar liefde niet opgegeven en heeft goede hoop, hoewel hij de beslissing over zijn relatiestatus nog even uitstelt. Leendert heeft lovende woorden voor de andere BB-houders en hoe zij omgingen met de montage van het programma. Hoewel Leendert eindigde met Thalia in het programma, hebben ze nu geen contact meer. Desondanks gunt hij haar het beste met haar nieuwe liefde. Leendert had ook een klik met Jorien. Maar dit leidde niet tot een relatie. Terugkijkend is hij tevreden over zijn deelname aan BNB vol liefde en sluit hij niet uit dat hij opnieuw aan een tv-programma zou meedoen. Het jaar 2023 bracht Leendert weiland veel avonturen en bekendheid, maar de zoektocht naar liefde gaat door. De gouden televisiering winnen was niet het belangrijkste voor Leendert, hij hoopt de ring symbolisch om de vinger van zijn toekomstige liefde te schuiven.